De Suriname Students Abroad, SSA, organiseerde afgelopen week voor de derde maal de SSA Business Day voor Surinaamse studenten in Nederland. Het is de derde keer dat deze activiteit werd gehouden. SSA bestaat reeds 6 jaar en zet zich in om studenten te verenigen, leiderschapsvaardigheden bij te brengen en een netwerk te laten opbouwen. Surinaamse studenten uit verschillende steden kwamen bijeen om deel te nemen aan de case studies die waren opgesteld in samenwerking met Telesuur, Fernandes, partnerorganisatie Surinaamse Beta-studenten, Delft, SUBES Delft en medische professionals. We hebben er dit jaar bewust voor gekozen om Surinaamse bedrijven op te nemen in ons programma, zegt SSA-voorzitter Verayet Hock. Dit is een van onze belangrijkste evenementen en we zijn daarom blij dat we ondersteuning hebben gehad van Fernandes en onze sponsor Telesuur. Telesuur onderdirecteur Dorik Ramlakhan zegt dat deelname van het bedrijf belangrijk was om nieuwe ontwikkelingen en inzichten mee te nemen in de projecten. De studenten hebben heel wat creatieve oplossingen aangedragen. Enkele zijn meteen toepasbaar, zoals het gebruik van andere soorten batterijen bij zonnevelden, als ook het gebruik van green walls om onze centrales in het binnenland koel te houden.